Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019. We gaan dan verder in Japan, ronde nummer 7 van de kampioenschap in aflevering 18. Als je vorige aflevering gemist hebt, zou ik die eerst even terugkijken waar je deze gaat zien. Dan wil je meer afleveringen van F1 2019 kunnen drukken dan op de knop, druk dan gelijk op de belletje zodat je in één keer niet meer van mij mist. En we gaan gewoon door met de kwalificatie. Year of 8 track on the F1 calendar. We're here at Suzuka for qualifying today ahead of the Japanese Grand Prix. Looking at this field today, Anthony, do you think we're going to see anyone take a chance? Maybe run the hard tyres and save some of the grippier tyres for the race tomorrow? Well, I'd be surprised in all honesty. It's only the front runners that really have the pace to get away with that. And even then, at the end of the day, it's a big risk. Track position is the most important thing, and it's rarely worth sacrificing for a slightly more optimal strategy in the race. So I doubt we're going to see anyone trying it. I have been wrong before, though. We certainly do see some risky decisions every now and then, and it's a gamble that's sometimes worth taking. But if it were me in the car, I would want to be on the fastest tyre for my qualifying lap, without a doubt. Nou, hier zijn we dan dus voor de kwalificatie voor de grote prijs van Japan. Anti-klok. Wijs circuit volgens mij, als ik dat goed uit mijn hoofd zeg. Nee, dat klopt niet. Het is geen anti-klokwijs circuit, het is gewoon met de klok mee. Heeft wel een achtervormige circuit, is ook het enigste circuit wat een achtervormige baan heeft. Ik hoor al mensen naar buiten gaan. En wij gaan nu ook gewoon naar buiten. We gaan een outlap doen. En dan gaan we kijken of wij door kunnen naar Q2. Ik denk van wel, want in Rusland waren we ook gewoon snel. Dus ja, we zullen zien of wij misschien nu ook misschien naar de pole position kunnen rijden. Ik ben bang van niet, maar je weet maar nooit. Licht bewolkt hier in Suzuka, geen regen. Apart vind ik. Ook in de regen volgens mij is er ook geen regen. Dus dit kan een leuke wedstrijd worden. En inmiddels overstart finish. En we gaan dus een tijd neerzetten. Bij de eerste bocht nam ik de bocht wat te krap. Dus ik moest daar uitwijken. Inmiddels op tijd neergezet. 19e zelfs. Ik moest even kijken. 19e op Lewis Hamilton. Verstappen naar 2 op de mediumband. We hadden een 1.31.7 laten noteren en wij gaan nu weer terug naar de pitbox. Inmiddels zijn wij doorverwezen naar P5. Dus het kan nog harder. En we zijn hier dus weer terug beland bij onze pitbox. De bandenverwarmers gaan er weer op. En dan gaan we kijken waar wij nu staan in Q1. En waar ons teammaatje Kimi Räikkönen staat. 1.31.7 is onze snelste tijd. We staan op P5. En ik zie Räikkönen niet in de top 10 staan. Interessant. De uitslag van Q1, doorwezen naar P8 en Räikkönen op P13, beide zouden ze door naar Q2. En we gaan dus kijken wat we kunnen rijden in Q2. We starten nu op een band, een ongebruikte band uit Q1. Dus we hebben eigenlijk een setje van de soft over. Wat misschien in ons voordeel kan gaan werken tijdens Q3. En ik hoop dat het ook in ons voordeel gaat werken. Oh, de auto deed er even raar volgens mij, als ik dat goed zag. Maar de auto is gewoon heel hard de pits uitgekomen. Dus geen schade aan de auto, dat is goed. P15 dus, maar dat komt omdat wij nog geen tijd hebben neergezet in Suzuka voor Q2. We hebben de 130R en we stuurden daar iets te scherp in. Dus we kunnen nu dus geen tijd laten noteren. Maar dat geeft niks, want we hebben nog geen tijd laten noteren.
We reden daar wat langzamer en nu kunnen wij dus hier een tijd gaan laten noteren voor Q2. Inmiddels geen mensen uit de pitbox, wat ik hartstikke fijn vind, want als je hier mensen uit de pitbox ziet rijden terwijl je over start finish komt, dan is je ronde sowieso weg. Dat is juist een nadeel aan dit circuit. Oh, we schieten er wel even wijd. En weer een invalided lap time voor de exceeding track limit. En we laten Gasly even voorbij. Raikkonen P4, Vettel P3, Norris P2, Ricciardo 1. En kijk, hier was nummer 5, dat weet ik al niet meer. Inmiddels Gasly een 1.31.5 en wij rijden een 1.40.3. Maar deze ronde telt niet vanwege die track limits. Dus nu begint onze echte ronde pas in Q2. Dus onze banden zijn nu 2 ronden oud in plaats van 1 ronde, wat ik niet fijn vind. 2 ronden fuel remaining. Komen we hier bij de S-sectie. En wat wordt onze tijd? Onze tijd wordt een 1.31.6. P2 op 75.000ste van Pierre Gasly. Dus dat is close. Vettel naar 3, Hulkenberg naar 4. We gaan nu naar binnen. Want we hadden ook de track limit, zie ik nu ook dat we die weer hebben overschreden. Maar we gingen toch naar binnen, dus deze ronde telde toch niet. De Ferrari van Sebastian Vettel wordt weer naar binnen geduwd. En wij gaan nu ook naar onze pitbox. Nou, we zijn hier dus weer aanbeland bij de pitbox van Alfa Romeo. En we gaan kijken waar wij tot nu toe staan. De bandenverwarmers gaan er weer op. Dan gaan we kijken waar we nu staan in de sessie. So far, our fastest lap is a 1.31.6 is onze snelste ronde, zegt Jeff. Oké. Of we kunnen ook zeggen dat we het zo kunnen laten, hè? Want dan heb ik een extra set over. Ja, want we rijden nu gewoon op een set voor die eigenlijk bestemd is voor Q1, maar die set hebben we al gebruikt. P4 en het is P7 en wij zijn door naar Q3 op een volle seconde. Teammaatje Raikkonen heeft het niet gered en wij rijden nu op de band van Q2. We gaan er dus nu ook uit. Ik hoor geen motor brullen. Heel gek. Lijkt net Singapore, want daar hoorde ik dit ook al. We zijn weer terug bij de Formule 1 mensen. Ik hoor geen motorgeluid. Erg stil dit. Ik hoor alleen maar mensen praten. Het is hier doodstil. Heel erg eng dit. Ah, we hebben weer motorgeluid hoor. En we komen over startfinish en wij gaan dus nu een ronde laten noteren. En als we deze ronde hebben gereden, dan kunnen we ook zien op welke positie wij dus tot nu toe staan. Op dit moment P10, maar we hebben nog geen ronde meegezet, dus dat is bullshit. Komen bij de S-secties. Nico Hulkenberg met een 1.31.6. En wij rijden een 1.32.4 op 17e van Nico Hulkenberg. En wij gaan naar deze ronde naar binnen. Gasly met een 1.31.2. Wij zijn doorgewezen naar P3. Oh, misschien er wel even wijd. Maar we gaan nu toch naar binnen. Deze ronde telt sowieso niet. Inmiddels de laatste startrij, want Verstappen heeft voorlopig de pole position gepakt met een 1.30.5. Iedereen dus weer terug naar binnen voor de laatste ronden in Q3. En wij worden dan gewoon nu weer terug naar binnen geduwd in de garage.
Ronde verwarmers er weer op. En dan gaan we nu gewoon kijken wat wij in deze tweede run in Suzuka kunnen gaan doen. 1.32.4 is tot nu toe onze snelste ronde in Q3. En we gaan er weer uit voor een outlap. En ik hoor nu ook iedereen weer naar buiten gaan. Dus het is hier nu dringend geblazen op de baan. We hebben wel een voordeel, want wij staan helemaal achteraan met de garage. Nog 2 minuten en 37 seconden op de klok. Laatste startplek in Q3 dus, P10. Ja, we gaan dus nu naar buiten. Maar we hebben geen verkeer, zie ik. Het is goed getimed van mijn team. Inmiddels DRS geopend, we komen over start-finish. En nu gaat het echt ontspannen om welke plek wij nu echt kunnen gaan vechten in deze top 10 qualifying. Dat is de vraag. Delta is in het groen, zie ik. Maar die is afgezakt. Oh, die is weer in het groen. Hij was net even een klein seconde in het rood. De vlag hangt inmiddels uit. We stappen nog steeds op pole position. Wij groen en groen in sector 1 en 2. Wat wordt onze positie? Het is... P7. Goed resultaat voor ons. En dan ben ik benieuwd wie de pole position heeft gepakt. Het is Max Verstappen die op pole position start. Bottas en Vettel maken de top 3 compleet. Leclerc, Gasly, Hamilton, Schraven, Hulkenberg, Grosjean en Perez. Dat is dus de top 10 qualifying. De resultaten. We winnen van de rivaliteit. We winnen de nostalgie van Kimi Räikkönen. We winnen de nostalgie van Devin Butler. De resource points. Die na elk sessie worden weggegeven. Voor de upgrades aan de auto. Het zijn er best wel veel. En het zijn ook best wel veel in totaal. De reputatie is gewoon gelijk gebleven. Een paar keer gestegen bij andere teams. Klimmen naar een veteran toe. En Emma. Nou, dankjewel. Nou, dan gaan we dus beginnen met de race. Laten we hopen dat het een mooie wedstrijd wordt. Even de R&D tree bekijken. En daarna gaan we gewoon door naar de wedstrijd. Dan kunnen we gewoon kijken wat het dan gaat worden. Ik denk wel dat we gewoon voor punten kunnen gaan. Ja, we zullen zien. We're live today from the Mie Prefecture of Japan as we look forward to the Japanese Grand Prix. The 2015 race here was one of only 5 Grand Prix in history to feature no retirements at all. Although with the highly competitive field we have today, I don't expect we'll be repeating that stat anytime soon. 18 corners make up a lap of the incredible figure of 8 Suzuka circuit, with 10 to the right and 8 to the left for a distance of 3.6 miles. Average lap speeds around here are fairly quick. If it stays dry, then expect somewhere in the region of 136 miles per hour. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Can we begin by having a chat about Sergio Perez? As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. Nou, de grid is voor de grote prijs van Japan. Met Max Verstappen dus op pole position. Daarachter Valtteri Bottas. Kijken wie er op nummer 3 staat. Vettel en Leclerc op 3 en 4. Bij Ferrari's slecht. Gasly en Hamilton 5 en 6. Wij zelf op 7. Hulkenberg op 8. Grosjean 9 en Magnussen top 10. Maar compleet. Ricciardo en Norris Allen 12. Teammaatje Räikkönen 13. Albon 14. Weber 15. Stroll 16. Button 17. En Carlos Sainz op P18. George Russell 19. En Sergio Perez start vanaf een grid. Vanwege een grid penalty op de laatste plek. We zijn hier dus aanbeland in onze eigen auto voor de grote prijs van Japan. Even de fuel nog wat verhogen. Zodat we beter kunnen gaan pushen in deze wedstrijd. En dan
kunnen we dus beginnen met de Grote Prijs van Japan. De lampen zijn dus officieel aan voor de Grote Prijs van Japan. Career aflevering 18. En we zijn onderweg voor 13 ronden Japan. En het is een niet zo'n goede start. Want Hulkenberg zit er gelijk aan mijn zijkant. En het is er ook Grosjean die er ook gelijk kijkt. We remmen daar. En de beide hazen raken elkaar daar niet. We hebben wel Grosjean geraakt. We kunnen hier een beter exit dan Romain Grosjean hebben. En Grosjean duwt hier ons gewoon wijd. Dat mag allemaal hier in de Formule 1 game. Dat doe ik zelf ook bij andere AI's. Iedereen goed door bocht 1 heen gekomen. Bottas leidt nog steeds de wedstrijd. Geen plekken gewonnen, geen plekken verloren bij de start van onszelf. Magnussen naar 10. En dan kunnen we kijken of we dadelijk bij Romain Grosjean een aanval kunnen plegen. Het gat is 2/10. We keken daar wel even bij Romain Grosjean. 1/9 dus. En misschien kunnen we hier een dive-bomb maken bij Romain Grosjean. Dat doen we ook. We zitten hier aan de binnenkant en we duwen hem hier wijd. P8 op dit moment. Hamilton op de soft. Op de medium band. Wij zelf dus op de soft band. Op P8 dus. Voor Romain Grosjean. Achter Nico Hulkenberg. We schieten daar wel even wijd. En Grosjean heeft die plek weer veroverd. Moeten opletten op Kevin Magnussen. Wat hij gaat doen. Kan daar niet aanvallen. Maar wij hebben hier meer snelheid. Kunnen we dat in 130 R proberen? Ja, dat doen we. En wij zetten hem hier brutaal ernaast. Uitstekend werk dit. Maar het gat naar Hulkenberg is al wat groter geworden door deze aanval van Romain Grosjean. Bottas snel, 1.34.0. Wij laten een 1.38.3 noteren. Gat naar Hulkenberg is 1.2. Gat naar Grosjean is 18e. En Hulkenberg begint al weg te rijden. Ronde nummer 2. Nog steeds ronde nummer 2. We maken er even een klein foutje. En Romain Grosjean kan hier opnieuw aanvallen. En wij blokkeren de binnenkant. En Grosjean zet niet door, dus die blijft hier nog even achter ons. 2/10 sneller dan onze vorige lap in ronde nummer 1. Een 10e verschil met Romain Grosjean. 2 seconden is Nico Hulkenberg inmiddels weggereden. We zitten er wel een klein beetje door. Vettel snel, 1.33.3. Wat laten wij dus noteren? Wij laten een 1.35.7 noteren. DRS enabled. Daar komt Romain Grosjean met de aanval, maar wij verdedigen hard. Kevin Magnussen zit inmiddels naast Romain Grosjean. En Magnussen naar P9. Grosjean een plekje verloren. Magnussen een plekje gewonnen in deze wedstrijd tot nu toe. Wij bevinden zich nog steeds op P8 in deze wedstrijd. Ronde nummer 3 inmiddels. Nou ben ik benieuwd wat Kevin Magnussen dus gaat doen. Het is groene vlak. Er is iemand weg. Denk ik. Het is geel, nu weer groen hier in sector 2. Het is hier weer geel en er is iemand denk ik uitgevallen. Wie is dat? Het is Romain Grosjean. Virtual safety car is dus enabled. En inmiddels is die safety car weer weg eigenlijk. Het was eigenlijk een virtual safety car, dus hij is er eigenlijk nooit geweest. Maar je weet, hoop ik snap wat je bedoelt. Snap wat ik bedoel, dat probeer ik te zeggen. Grosjean, interessant. Ik weet niet wat er was. Het gat naar Hulkenberg is inmiddels groter en groter geworden. En Magnussen kan hier nog niet aanvallen. 3/10 langzamer dan onze beste lap. Hier in Suzuka. We zien daar Nico Hulkenberg rijden voor ons. Het is geel bij de 130R. Wie is er uitgevallen? Pierre Gasly. Gasly dus ook weg. Jammer, want in Sochi hadden we een hele mooie strijd met hem. Die wij toen wonnen. Groen in sector 2, rood in sector 1. En groen in sector 2. Een verbetering dus. Interessant, want het was daar geel. Dus ik weet niet wat er is gebeurd. Met onze snelheid. We krijgen in ieder geval geen straf voor. Opmerkelijk. Mij nu heeft een Red Bull de leiding veroverd. Het is Max Verstappen die de leiding nu heeft op dit moment. Maar Bottas is weer teruggekomen. Jeff, ik weet niet meer wat Jeff zei, maar pit window of zoiets had ik gehoord, weet ik niet zeker. We zien daar in ieder geval Nico Hulkenberg rijden, maar die kunnen wij denk ik niet meer pakken, want het gat is zo groot geworden. We slipten er wel even weg. De achterkant gleed weg van
de auto Lando Norris naar P8. En McLaren is in ieder geval binnen. Inmiddels P6 in ronde nummer 7. De pitwindow nog niet open voor ons. We namen die bocht wel even krapjes. Nou, we zien Nico Hulkenberg steeds verder en verder uit ons zicht wegrijden. Dus ik denk, wij hebben de pace denk ik niet om Nico Hulkenberg te pakken vandaag. Jeff adviseert ons om deze ronde binnen te komen. Kimi Räikkönen is binnen voor zijn laatste stop voor deze grote prijs. En wij komen na deze ronde dus naar binnen. Heel veel mensen zijn naar binnen. Jeff zegt dus box now please, box this lap. We blokkeren daar wel even, maar dat is niet zo erg. De Ferrari is binnen. En de pit limiter dus aan. Dan gaan we kijken wat onze stop wordt. ...2.1, goede stop. Wij verliezen er wel plekken mee, maar dat geeft niks. 22,5 seconden heeft in totaal gekost deze pitstop. En dit was dus onze laatste stop van deze wedstrijd. We komen gewoon precies op dezelfde positie terug. Voor Kevin Magnussen, achter Nico Hulkenberg. Misschien kunnen we nu wel doorrijden naar Nico Hulkenberg. Paardjes zitten op 2, ronde nummer 10 inmiddels. De wedstrijd zit er alweer bijna op. Het gaat snel hier in Suzuka. Nou, vond je deze video leuk? Beloon het dan met een like. Wil je meer afleveringen van F1 2009 kun je hem ook zien? Druk dan op het abonneerknop. Druk dan op het belletje om geen enkele video meer van mij te missen. Volg me even op de sociale kanalen. Instagram, Facebook en Twitter staat onder in de beschrijving. En reageer wat beter kan opgevoerd aan deze video. Nog steeds P7 op dit moment, ronde nummer 10. Terwijl, even kijken, Bottas nog steeds leidt. Jeff adviseert ons om rustig aan te doen, want deze banden moeten nog door aan het einde van deze wedstrijd. Nog steeds P7, Räikkönen naar 8. Dus Kimi begint dit plekken, naar voren te komen. En we naderen Nico Hulkenberg. Even 9 naar Nico Hulkenberg. Verse medium banden zitten er dus onder. Hij rijdt ook naar Lewis Hamilton toe. Dus ik denk misschien heeft Hamilton een probleem. Dus misschien kunnen wij in de laatste ronde Nico Hulkenberg te grazen nemen. Maar ik weet het niet. We zullen zien. En P7 is ook gewoon goed. Dat is gewoon weer een puntfinish voor Sauber. Inmiddels de laatste ronde loopt. Inmiddels het gat naar Hulkenberg is 1.2 geworden. We moeten wel eerst gaan besparen. Hamilton zit bij, ik denk dat Charles Leclerc is, ik weet het niet zeker. Voor ons. Sorry voor Nico Hulkenberg. We rijden hier niet naar Hulkenberg toe, want hij is hier beter in de S-secties. Oftewel de S-bochten. Misschien kunnen we nog op het rechte stuk proberen, maar ik ben er bang voor. Ik weet het niet. Ik denk ook niet dat we hem te grazen kunnen nemen. 1.3 naar nu Hulkenberg toe. Oh, we schoten daar wel even door. 1 ronde fuel remaining, dat weet ik Jeff. Maar we zetten nu gewoon alles open om nog steeds naar Hulkenberg te kunnen rijden. Dan wel even wijd. Verstappen, snelste race van de 1.2.9. Hij wint dus ook de grote prijs. Voor het eerst in de historie winnen. Dus nu twee Nederlanders in dezelfde seizoen een GP. En wij vinden dit als 7 een prima resultaat voor onszelf. En voor het team van Alfa Romeo. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. Pulling out all the stops today. What a great win. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today?
Well, I know it's a bit of a boring answer, but the truth is they simply had the best speed package on the day, and a driver who knows how to take advantage of that. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace, and our winner today showed they could do both. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Nou, Max Verstappen wint dus de wedstrijd in Japan. Leclerc en Bottas maken het podium compleet. En wij gaan door naar P7. En het klassement zien we gewoon dadelijk nadat we weer terug naar onze plek zijn. Maar eerst de interview met Claire. I'm sure you're pretty happy with that. Some excellent overtaking moves from your former teammate today. Did he learn some of them from you? Nou, waarom niet? Hè? Claire's logica, we beginnen gewoon met Devin, met Lucas Weber in plaats van over mijn race. Te praten ook weer naar mijn F2-rival Devin Butler en gewoon niet naar onszelf. Nu in één keer naar Kimi Räikkönen en niet naar onszelf. Claire, wat doe je? Do you have any comments about the collisions? Nou, oké. Gelijk beginnen met de botsingen. Nou, oké, dankjewel Claire. Well, flikker toch op, joh. Nou, de resultaten. Winnen ten opzichte van Lucas Weber. Devin Butler winnen ten opzichte van Kimi Räikkönen. Resource points zijn er best wel veel. Want in Mexico komen er ook een paar upgrades aan de auto. Reputatie gewoon gelijk gebleven. Klimmen naar Veteran 2 en Sportsmanship. De mail. Het zal allemaal wel. Interview. Nou, dit was het dan, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat van een like als je genoten hebt. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van de Gemeente 2019. Ik ben hier met de schakel ook gelijk een belletje in. Zet die op alles aan. Als je nooit meer een video van mij mis, krijg je altijd een melding in je mailbox. Volg ik heel op sociale kanalen. Links in de beschrijving. Instagram, Facebook en Twitter. Allemaal in de beschrijving. Dus ik zou zeggen, een fijne dag verder. En tot ziens tot de volgende keer bij Gemeente 2019. Dan gaan we verder in Mexico. Een fijne dag verder. En tot ziens.